die meneer De Wit, hoe is het? Ik weet niet, waar ken ik u van? Maar meneer De Wit, we kennen elkaar toch van kantoor? Oh ja? Jawel, ik zit boven. Hoofd zit ik zeker beneden? Ja, precies. Opgelost. Goedenavond. Ach, meneer De Wit, wat gaat u vanavond doen? Ik ga vanavond bowlen. Oh ja. Ja, ik heb afgesproken met een groep Belgen, dus zal wel gezellig worden. Mooi. Goedenavond, bedankt voor het praten. Ja. Dat zal toch niet zo laat worden, dat bowlen, meneer De Wit? Nee, hooguit een uur of 11, want ik wil morgen weer fris op kantoor zijn, hè? Ja, begrijp ik. Heb ik door. Ach, meneer De Wit, ik zou u als goede collega iets willen vragen. Ik heb geen geld bij me, hoor. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, het is namelijk zo dat ze hebben vandaag op kantoor bij een grapje uitgehaald. Oh. En dan wil ik zo graag wat terug doen. Oh. Kent u die man van de boekhouding, een zekere Willems? Willems? Ja. Willems, Willems, Willems. Hoe heet die? Willems. Dat is de naam? Ja. Willems. Oh, waar, korte, dikke man. Ja. Beetje kalend. Precies. Hij heet een oude Volkswagen. Ja. Nee, die ken ik niet. Nee, man, wacht nou even. Dat is juist mooi, want dan kent hij u ook niet. Opgelost. Nee, nee, nee. Meneer De Wit, voelt u er iets voor om vanavond laat met die Willems de grap uit te halen? Een grap? Ja. Oh, daar ben ik altijd vreemd, want ik ben een geinige ponem namelijk, hè. Is het een leuke grap? Ik kan u zeggen, meneer De Wit, het is een giller als ik er nou aan denk. Oh jee. Wat is? Wat is? Hier moet ik er nou al om lachen. Oh, je staat te lachen. Ja. Nou, afwaar. Dus moet u luisteren. Wie? Ja. Willems, die woont op de Stationsweg 34. Nou, daar kan ik nog niet om lachen. Eén hoog. Als u nou vanavond van de bowling naar huis gaat, gaat u even langs bij Willems en u belt aan. Oh, nou ho, wacht. Ik zeg net 11 uur klaar met bowling, maar dat kan ook wel eens 11:30, 12 uur zijn. Liggen die mensen al op bed? Het is nooit leuk als die mensen uit bed gaat bellen natuurlijk, hè. Kunnen wij het de andere keer doen op een weekend of een doordeweekse dag? Bedankt voor het praten. Nee, het is juist de bedoeling dat het zo laat is. Hoort bij de grap. Hoort bij de grap. Nou, goed hè, dus u belt aan. Ja? Nou, dan weet ik precies hoe dat gaat, want ik ben al eens eerder bij die Willems geweest. Oh. Aardige vent. Oh, ja? Dan doet hij altijd het raam open en dan roept hij, wie is daar? Wie is daar? Ja. Nou, en dan zegt u... Ik ben het. Nee. Ben ik het niet? Jawel, natuurlijk ik wel. Ik heb toch net gaan bellen? Ja. Dan ben ik het toch? Ja, maar we zeggen wat anders. Oh, u bent erbij? Nee, natuurlijk niet. Omdat u zegt, we zeggen wat anders? Ja, dat zeg ik bij wijze van spreken, maar ik ben er niet bij natuurlijk, anders vraag ik het niet aan u. Oh, u bent er niet bij? Ik ben er niet bij, nee. Oh, dan kan je ook niks zeggen ook. Nee, precies, nee. Nou, maar dan roept u, meneer Willems, er is een vreemde vent bij uw huis. Het is niet waar. Nee, dat zeggen we gewoon, hè? Hij is er niet. Nee, hij is er niet. Waarom zeggen we dat dan? Maak je toch mensen broodeloos ongerust? Nee, nee, dat hoort in de grap. Dat komt later. Oh, hij komt later, die vent. Nee, die man is in het geheel niet aanwezig. Die komt niet. Kan die niet? Kunnen we dan niet beter een keer doen dat die vent ook kan? Dan klopt het toch veel leuker? Nee, die man die is helemaal niet in dat huis. Die is niet ter plekke. Oh. Nou ja, goed, in elk geval, dan roept Willems. Ja. Waar is hij dan? Ja. Dat moet hij nooit gaan roepen, wat moet ik dan zeggen? Dan loopt de hele zaak klem. Waar is hij dan? Hij is er toch niet? Nee, nee. Maar dan zegt u... Nou? Nou, die hangt op het ogenblik uit het raam. Is hij er nou wel of is hij er nou niet? Hij hangt nou ineens uit het raam en daarnet was hij er nog niet. Dat is een ander. Zijn er twee? Nee! Dat is Willems. Nou, ik vertel het nog één keertje van voren van, goed? Ik begrijp er helemaal. Ja. Nou, even to the point. Ja, even to the point. To the point. Ja. Ja. Dus u belt aan. Ik bel aan. Ja. Even tussendoor. Ik heb er niks mee te maken. Oké. Is het een trekbel of een drukbel? Wat doet dat nou ter zake? In verband met aanbellen. Oh ja? Als je trekt aan een drukbel of je drukt op een trekbel, belt er niks. Ja, sorry, kwam iets los. Kan gebeuren. Begrijp u mijn probleem? Ja, dat is niet, dat is heel ernstig. En ik sta alleen voor die deur, met die zorg. Ja. Zal ik zo doen dat ik op dat moment zelf een beslissing neem? Nou, als u doen, als dat gaat, heel graag. Laat ik dat maar doen, hè? Ja. Oké, dan neem ik op dat moment... kijk ik wat ik doe, of ik trek eraan of ik druk erop. Ja. Nou, dat is groot. Dank u. Ik ben trots op u, meneer De Wit. Dank u wel, het is even doorzetten. Ja.
U bent een kanjer. Ja, och. Ik heb wel eens meer gebeld in mijn leven natuurlijk, maar... Dit is even nieuw voor mij, hè? Ja. Omdat je van tevoren niet weet wat het wordt, hè? Nee. Maar goed, ik bekijk hem wel. Geweldig. Nou, dus de bel is nu klaar? Nou, ik ga dat bekijken. Ja. Mooi. Goed. Ja. Nou weet ik toch mooi niet meer waar ik gebleven ben, hè, meneer de Wit. Ik word gek van u. Ja? Heb ik het voor elkaar, hè? 100%. Nou, in elk geval, dan roept u, gebeld heeft u. Ja, ik heb, ja, onder voorbehoud. Ja. Nou, dan komt Willems. Nee, eerst ging het raam open. Ja. Dat weet ik nog goed. Eerst ging het raam open. Lijkt me prettig voor Willems, ja. Ja. Voor het raam is het ook beter. Nou, in elk geval, dan roept u, denk ik. Tuurlijk. Meneer Willems, er is een vreemde vent bij uw huis. Vraagt Willems natuurlijk, waar is hij dan? Ja. Zegt u, nou, die hangt op het ogenblik uit het raam. Kadang, hè? Ja. Ja, ik moet nou niet meer zo lachen, omdat ik hem net al gehoord had natuurlijk, hè? Nou, ik ga er vanavond wel langs. Ik moet er toch een eind voor omlopen, dus maakt mij niet uit. Heel graag. Willem zou wel een beetje gaan schreeuwen en schelden, maar rustig laten gaan. Oh. U zegt gewoon heel kalm en rustig. Nou. Nou, goeiedag en wel te rusten. En maak dat u wegkomt. Trippel, 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 trippel. Ja. Yeah. En komt u morgen op kantoor even vertellen bij de koffie hoe de hele grap verlopen is? Nou, als u wilt doen, graag. Heel graag. Meneer de Wit, hartelijk dank voor de medewerking en tot een morgen, meneer Willems. Lopen er wat los? Nou, we gaan voorlopig eens bowlen. Daar heb ik meer gezelligheid in. Wat een flauwekul, zeg. Daar word ik er gek van. Nou, is voor het eerst een lantaarnpaal tegen mij oploopt. Maar even vragen. Ben ik nou alweer zijn bolen? Het is ineens totaal veranderd hier. U weet ook van niks. Nou, dank voor de informatie. Nou, lekker gebold. Nou gaan we lachen hoor. Hier woont Willems. Hulde. Ja, hallo, wie is daar? Kopje koffie, glazen wassen.
Wil je die eend in je tas doen? Spelen. Dag mevrouw. Dag meneer. Ja. Ja. Moet u horen. Er is een vreemde vent bij u in huis. En hij hangt op het ogenblik uit het raam. Ik ga even mijn man roepen. Ja, misschien dat hij er meer van weet, hè. Oh, Karel. Ja, kom eens hier. Er staat zo'n gekke vent. Is het dan een vreemde vent? Laat mij maar eens even kijken. Ik ga even beneden kijken. Hallo, wie is daar? Ah, dat kleine meid. Is je vader thuis? Ik ben Willem Suis. Oh, dan moet ik u net hebben. Meneer Willems, goed opletten, want hij is kadang. Meneer Willems. Ja? Er is een vreemde vent bij u in huis. Ach, gadverdikke waar. Ja, hij hangt op het ogenblik uit het raam. Goeienacht en wel te rusten. Trippel, 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 trippel. Meneer, ik zie helemaal niemand en ik heb maar één rem. Oh. Nou ja, dit was hem. Ik ga eens uit de wind zitten. Bedankt voor het praten. Nee, hallo, hallo meneer. Zo maakt u ons ongerust, doen we geen oog meer dicht. Kijk, hier zijn de huissleutels. De huissleutels. Als u even binnenkomt en precies weet waar die vreemde vent is. Nee, u begrijpt hem niet. Hij is uit al, dit was hem. Hij is klaar. Nee. Jawel. Kijk, wat anders doen we. Nee, meer is er niet. Trouwens, ik heb verder geen tijd. Ik moet morgen weer vroeg naar kantoor. Ik we zijn met z'n tweeën. Ik zou hem eerst naar huis brengen. Kom Nico, dan breng ik je vast die kant op. Hallo. Hallo, terugkom. Dat kan zo niet, hè. Je kan er niet met een jantje van leden af gaan maken. Anders doen wij geen oog meer dicht. Je komt naar binnen en dan wees je precies aan waar die vriend is. Allemaal niks meer van de gezeur waar ik maar doorgelopen, zeg. Maar dat wordt er niet goed van. Heb jij wat gezien? Ik er niet. Nou, zie je wel, die vent die staat te baselen, maar hij komt boven. Wat zeg je nou, komt hij boven? Ja, hij komt boven en dan kan hij precies wezen waar die vriende vent is. Daar komt hij aan. Zo, zo, u hebt een grote poes. Ja, pas op de kat. Die mag wel eens gekampt worden, hè? Voorzichtig met de kat. Zeker klem gezeten of zo. Bij het boontjes afhalen. Nou, meneer. Ik heb hem net geborsteld, hoor. Oh, zeg, waar is nou die vreemde vent? Nou, als je op straat staat, zie je hem uit het raam hangen. Als je beneden staat, zie je hem. Dan ga ik toch eens beneden kijken. Ja, jullie doen. Karel. Absoluut. Ja. Want ik moet haring of keut hebben. Natuurlijk. Oh, wil je van mij een potje roomops meenemen dan? Zo, je bent nog laat open. Zo, nou, ik zie absoluut geen vreemde vent. Niet? Nee. Hoe is het mogelijk? Ja, ik zie er wel één, maar dat ben u. Nee. Ja, maar ik zie duidelijk een raakkereltje met een pet. Nee, ik kan het nooit geweest zijn, want ik stond net op straat. Dat is waar. Dat is zo. En toen u hier stond, dan kom ik nog een keer binnen kijken. Vindt u niet vervelend? Jawel. Ja, graag. Zo, ik hou u toch niet uit de slaap, mevrouw? Nee, ik sliep nog niet. Oh, oh, wat was u dan aan het doen? Ik lag te lezen. Oh, hebben uw zuigmappen onder de sneeuwbonenmolen zitten? Nou, makkelijk zitten. Zo, ik heb overal gekeken en er is nergens een vreemde vent te pakken. Niet? Nee. Hoe is het mogelijk? Ach, Hetty. Ja, liever. Zou jij eens even beneden willen kijken wat jij ziet? Tuurlijk, schat. Heel graag. Ja, daar komt mijn vrouw, heb namelijk heel scherpe ogen. Oh, oh. Ja. Oh. Waarom hebt u dan gekozen? Omdat ze scherpe ogen had, natuurlijk. Oh, ja, ja. Kijk, daar komt ze al. Hallo, Poedeloedoe. Ah, Poedeloedoe. Poedeloedeloedoe. Wat gebeurt er allemaal? Zeg jij eens een, lieverd. Hoeveel kerels zie jij nou hangen? Twee. Alsjeblieft, hoor het van je eigen poedel. Twee? Twee. Kom boven, dat moet ik ook zien. Ik wou dat ik er niet aan begonnen was, wat een gezeur allemaal, zeg. En ik zie er ook nog steeds de grap niet van. Maar het zal zoveel komen, we gaan zoveel scheuren met z'n allen natuurlijk, hè. Die de bruik te pakken krijgen, ik ram hem helemaal in elkaar. Wat gebeurt er? Ik zie absoluut geen tweede vreemde vent. Oh, u zag er zuiver... Nou, die kun je afvoeren. Zij zag er twee hangen. Wat zag ze nou? Ja, dat weet ze. Ik zag er twee hangen, hoor.
Wacht eens even. Zal ik intussen eens kijken of ik de zuignapjes los kan krijgen van Molly? Wacht eens even, poedeloedoe. Hoe zagen die twee kerels eruit? Nou, die ene was meneer hier en die andere was jij. Tjong, wat mocht lachen. Eerlijk? Oh, wat mocht lachen. Graag gedaan. Ach, man, wat een flauwekul. Ik zei, de deur is in het slot gevallen. Oh, de sleutels naar beneden. Oh, je kan niet anders dan ik kan er wel. Nee. Vertel, ik kan er niet om lachen. Nou sta ik hier buiten midden in de nacht in mijn pyjama. Nou kan ik niet eens mijn eigen huis in. Nou begrijp ik de grappen niet. Natuurlijk, meneer. Goeienacht en wel terug.